Nou, jullie hebben het vandaag een paar keer voorbij horen komen, de dichtclub. Daar is Karel 8 jaar lang de frontman van geweest. En, of misschien wel 9, dat weet ik niet helemaal precies. We zijn in 2002 begonnen. Het was eigenlijk een voortvloeisel uit de songclub die we hadden in Café Marleen. Die was bedacht door Bert Harris. En die zei van, ik heb zo vaak nummers half 8 af op de plank liggen. Ik heb gewoon een deadline nodig, een stok onder mijn kont, om die nummers af te schrijven. En zo waren we al een tijdje bezig met de songclub. En toen zei Bert, ik ken eigenlijk ook heel veel dichters die datzelfde probleem hebben. Die ook altijd maar dingen half af maken en daar gewoon dan niet mee doorgaan. Dus toen dacht ik, nou, dat is een heel leuk idee om daar ook wat mee te doen. Dus zo is de dichtclub geworden. Alleen Jan en ik kenden niet genoeg dichters om een goede club om wat heen te verzamelen. Maar we kenden wel elkaar ook daarna, want die kwamen vaak bij ons in café. Vooral toen Jan achter de bar werkte. Het was in één keer heel opvallend dat hij dan al die dagen aanwezig was. Op een gegeven moment was Jan een keer niet en viel hij in. Ik zag de teleurstelling op zijn gezicht toen ik binnenkwam. En toen zei ik, ik heb haar ontslagen. Wie? Zei ik heel onschuldig. En nou, die Marjan, die zat altijd met alle klanten te flirten. Ik was er helemaal klaar mee. Dus, maar toen had hij door dat ik hem in de zijk zat te nemen. Maar goed, het was een, iemand die heel erg in de dichtwereld zat. En een heleboel dichters kende, zoals ook blijkt uit zijn verzameling. Dus het was een hele goede om te vragen om een club samen te stellen. We hadden dat idee, er moeten heel veel verschillende genres zijn, verschillende leeftijden. Het moet een heel gemeleerde club worden. Nou, dat is goed gelukt. In het begin zaten er illustere figuren als Titia Lodewegen bij en Kees van der Hoef. En ook jong talent. Het was heel veel heel uiteenlopend. Titia Lodewegen is er op een gegeven moment mee opgehouden, want die vond het niveau van de dichtclub niet bij haar passen. Dat waren we wel met haar eens. En Bart de Droog is ook nog even de allereerste keer was hij ook lid van de dichtclub. Totdat hem aan het eind van de avond duidelijk werd dat hij elke maand geacht werd een nieuw gedicht te schrijven. Toen is hij er gelijk weer uitgestapt. Dat vond hij niet zo'n goed plan. Maar goed, de dichtclub is inmiddels dus al zo'n 16, 17 jaar bezig. Aan het eind van elk jaar werd er een bundeltje samengesteld waarin alle dichters zichzelf moeten presenteren met een soort biografietje of in ieder geval een verhaaltje om zichzelf aan het publiek voor te stellen. Er staat altijd een foto in en drie van de nieuwe gedichten die het afgelopen jaar geschreven zijn. En ik zal even een stukje voorlezen van wat Karel over zichzelf schreef ter introductie. Karel ten Haaf, 1962, wist na 30 jaar dichterschap in 2007 eindelijk een uitgever te interesseren voor zijn poëzie, wat resulteerde in de verschijning van zijn debuutbundeltje Meisjespijn. Als we afgaan op de tijd dat de dichter met zijn werk leurend is geweest, kan de kwaliteit van zijn poëzie nooit enorm zijn, zou je zeggen. Maar Ten Haaf is overtuigd van het tegendeel en poëzeert derhalve rustig door. Hij werkt momenteel vol goede moed aan zijn rond 2037 te verschijnen bundel Besjesleed.